Ja, ik voel me thuis op het podium. Ik weet al van in het internaat, hè, als ik een jaar of 11 was, zat ik daar ook in het toneelgroepje. Maar wij moesten heel het jaar door hetzelfde stuk spelen uit het kerstverhaal. Daarmee dat ik daar zo door bezeten ben. Hè. En ja, ik had dan een belangrijke rol, al het is te zeggen. Ik was de ster en iedereen, dat is toch niet moeilijk, je moet er gewoon maar aan dat kerststalletje hangen te fonkelen. Nee, 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 ik was de vallende ster. Zaten zij mij zo aan een grote, zware ster, een oude ster vastgeplakt. En als dat toneelstuk begon, dat doek ging open, smeten ze van boven me in de nok van het podium. En ik viel dan een slag op mijn gezicht en dan begon dat stuk. Maar ja, het jaar daarna had ik gereclameerd. Zeg, die ster, dat wil ik niet meer spelen. Hè. Zeg, ik wil een andere rol. En toen hadden ze mij de rol gegeven van de boze herbergier. Je kent dat verhaal, hè? Jozef en Maria waren op de vlucht, want ze wilden kinderen Jezus vermoorden als die ging geboren worden. En ze wilden gaan schuilen in een herberg. Maar daar mochten ze niet binnen. En daarmee moesten ze wat verderop in dat stinkend stalletje gaan zitten. Dus ik was de boze herbergier. Ik moest die wegjagen. Ik moest tegen Maria zeggen, maak dat je wegzet met je lelijke kleine. Ja, ik durfde dat niet zeggen, want ik was smoorverliefd op Mariake. Dat was het schoonste meisje van heel het dorp. Zo'n meisje met een brilletje. Ik zei, ik ga iets anders zeggen, anders gaat hij mij nooit meer willen. En body verscheen, dat toneelstuk begint, dat doek gaat open. En ineens zo, baf, valt er zo'n ander aan die ster geplakt met slag op zijn gezicht. Een migrantenjongetje was dat, ja. Ja, je moet nogal dikkes het werk doen dat wij niet meer willen. Hè. Ik heb dat ook niet uitgevonden. Hè. En allee, Jozef en Maria stonden aan dat cafédeurken. Boom, boom, laat ons erin, laat ons erin. Ik doe die deur open. Oh, Mariakke, wat zie jij er goed uit? Dat kleedje is dat van Pater Zalando. Allee, kom binnen. Ik zal warme choco maken als Jezus geboren wordt. En ja, die komen binnen, maar ja, die waren compleet in de kluts kwijt. Die konden niet zeggen, wij willen niet. Anders was het hun eigen schuld dat ze in dat stinkend stalletje moesten zitten. Dus die Jozef, die moest beginnen improviseren. Hè. Die zat helemaal vast. Ja, maar ja, die drie wijzen uit het Westen met hun cadeautjes, bieslook, pikkels en zout. En heel dat zalige vol met pubers, die waren die Jozef aan het uitlachen. Auw, je kent nu een tekst niet, amateur, ga met familie gaan spelen. Die Jozef kwaad, die begon daar met dat kindje Jezus op mijn kop te kloppen. Allee, dat was een plastieke popje, maar wel met een echt deksel van een snelkookpan op zijn kop gevezen. Ik zo, vlam, direct mijn kap in mijn voorhoofd. Jozef en ik, wij lagen daar te vechten. Direct heel dat café, vol scherven en nootjes en chocolade en flesjes. En pater regisseur komt daar binnen. Zeg, stop, stop, wat voor een vuile, vieze stal heb je hier van dat caféke gemaakt? En ik zo, als dat hier toch een stal is, kunnen we de rest van het toneelstuk in mijn café verder spelen. Al te los in de nezel. En heel dat zalige, ja, goed idee. Maar ik en Jozef nog altijd aan het vechten. Heel dat zalige, ook aan het vechten. Een groot succes. Toen kwam pater Zedeleer en die zei, proficiat Urbanus, jij hebt het kerstverhaal gebracht zoals het echt gebeurd is. Ik vier, hè. Ik vier. Ik zeg, ja, nu is hier de moment om mijn kans te wagen bij Mariakke. Hè. En hij zegt, Maria, wilde jij met mij gaan? En ze heeft ja gezegd. Hè. Toen, Maria en ik, hebben Jozef de eerste keer bedrogen in dat kribbeke. Echt romantisch. Ik was zo met Mariakke aan het vrijen en ze pakte zo haar brilletje af. En ik zei, oh, Maria, zonder bril, zei jij veel schoner. En zij, jij ook. Ja, daarna moesten we naar de pastoor, want we moesten ons plechtige communie doen. Ja, dan moet je heel de Bijbel, heel de catechismus uit het hoofd kunnen. We kregen daar ondervraging. Ik was weer de enige die zich daar interesseerde. Die anderen die lagen daar in slaap in die kerk. En de pastoor zo, ja, Pasen is de allerbelangrijkste feestdag van het katholiek geloof. Wat is er precies met Pasen gebeurd? Wie weet dat? En ik was de enige. Ik weet dat. Met Pasen, hè, Jezus zijn kameraden aan hem gevangen genomen en ze hebben hem dan in zo'n grot, in zo'n graf gestoken en dan een hele grote steen voorgesteld. En Jezus zat daarin, hè, twee dagen aan een stuk, rotzakken en speerlappen. En dan is hij beginnen een tunnelje graven. Hè, en de derde dag kwam hij daar van de andere kant uit en dan is hij veranderd in een chocoladenhaas en is hij zo aan zijn kruis gesmolten. Die pastoor, nee jongen, nee, nee. Het zat er toch dicht tegen, Die pastoor, nog een geluk dat wij geestelijk en niet zo achterlijk zijn als een dien. Weet jij, de bisschop, welke universitaire studies heeft hij moeten doen voordat een bisschop kon worden? Weet je dat? Ik wist dat, hè. Pers en communicantjes. Hij wou er daaraf vanaf zijn.
Lange gebeden, dat hoeft allemaal niet, met zo'n twee paternosters tegelijk. Onze lieve Heer is ook content met een schietgebedje. Dan weet hij dat je even aan hem gedacht hebt die een dag. Wie kent er een? Maar die anderen waren allemaal in slapen. Ik zeg, ik ken een schietgebedje. Onze Vader die in de hemelen zijt, blijf daar. Amen. Dat was te kort. Allee. Ja, ik heb altijd al gelachen met pasteurs en zo. Maar als je door Antwerpen loopt, dan kom je daar bijna altijd zo een rabbijn tegen, hè, zo'n witte kuisjes, en die hebben zo'n grote ronde hoed op hun kop. Ik vind dat ze die mannen moeten verplichten om daar een zonnepaneel op te zetten. Dan maken die zich nuttig. En als de jonge gasten daarnaast lopen, kunnen ze hun gsm opladen. Hè. Ja, stel je voor dat William Bouva, mijn goede vriend William Bouva, stel je voor dat dat een Joodse rabbijn wordt met zo'n grote ronde hoed, die steekt de straat over. Kijk, kijk, daar loopt een salontafelken. Ja, ik zat ook een keer bij Van Giel zijn gasten op de VRT met zo'n een imam uit Gent. Tariq is zijn voornaam. Ja, zijn achternaam is te lang, want dan is het eerste deel helemaal gedaan. Maar een toffe P, die zet zich echt in op dat de jongeren niet zouden radicaliseren. Dat zijn toffe gasten. Hè. En ik heb na dat programma daar echt nog een half uur met hem zitten zeveren en zwanzen. Ik zei zo, hè, zeg, oh, die 70 maagden in het paradijs, dat interesseert me ook wel. Het eerste wat zei, dat zijn altijd dezelfde. Je ziet, hè, op die islam zit er ook wel wat rek, hoor. Er zit ook wel wat rek. Maar... ja, maar ik heb dat allemaal bestudeerd. Hè. Het paradijs, als je daar naartoe gaat, dat is ongeveer hetzelfde als bij ons de hemel. Hè. Als je bij ons aan de hemel toekomt, dus Sint-Pieter staat er aan die gouden poort met zijn boek. En dan zegt hem of dat je binnen mag of niet. En in het paradijs van de moslims staat er daar ook een heilige aan die poort, Sint-Kalashnikov. Ja, die zijn ietsje strenger, hè. Die zijn ietsje strenger. Maar die hebben zelfs een scanner. En het eerste, ja, dan moet je voorbij die scanner doen. En dan, heila, heila, dat frulleken hangt nog aan uw lulleken. Ja, en dan, ja, daarmee moet je het paradijs niet binnen, dat moet eraf. Ja, maar hoe moet ik dat hier nu doen? Daar staat een defrulbilator. Dat is zo'n groot automaat met een nolken in. En daar moet je dan je piemel in steken. Tjop, en dan valt dat velken in een bakje. En dan moet je binnen. En als dat bakje vol is, kieperen ze dan naar beneden. En dat bedrijf die die frikandel XXL van de Romeo's maakt... die verwerken dat dan, hè. Ah, wel, ja. Zolang dat we met elkaar kunnen lachen. Hè. En, maar er zijn toch zo dingen... bij die heel radicale... dat stoot me tegen de borst. Dat ze zo jonge meisjes en vrouwen... dat ze die zo discrimineren. Hè. Die mogen niet naar school, die mogen niks. En dat stoort mij wel. Zo, jongens, ja... besnijden is bij jongens, dat, dat velletje, je hebt dat toch voor niks nodig, maar bij de meisjes is dat zo... Jongens, ze hebben al 2/3 van hun foefje weggeknipt. Oh. Nee, ik vind, moesten die van MeToo zo een keer naar Egypte of in Sudan of Eritrea of zo in die landen van hun tak gaan maken. Weet je wat er daar gebeurt? Dan wordt hun MeToo genaaid. Ah, wel, ja. Wel, ik heb een liedje gemaakt, maar dat is een liedje over een jong meisje van bij ons, die gewoon naar school wil gaan en die wil zich amuseren met haar vriendjes en die wil zingen en die wil dansen. Maar dan is er zo één die komt zeggen, dat mag niet omdat jij een meisje bent. Een jong meisje, zolang dat ze kind is, heeft die nog een zekere vrijheid, maar die zit altijd met de angst, hoe lang ga ik dat als meisje nog mogen doen, voordat er hier een met een verlichte geest komt zeggen dat ik dat niet mag doen. En daar gaat dat over, en dat liedje heet Annie zingt een liedje.